In Parijs heeft de ondertekening plaatsgehad van een samenwerkingsdocument tussen de ministers van Volksgezondheid van Suriname en Frankrijk. De ondertekening volgt op een intentieverklaring die in januari dit jaar tussen Suriname en Frankrijk was getekend over de samenwerking tussen het Marwina Ziekenhuis Suriname en het Shoch Hospitaal in Frans-Guyana. Minister Ramadin, die momenteel op werkbezoek is in Parijs, liet weten dat de samenwerking op verschillende gebieden zal plaatsvinden. Met name het terugdringen van malaria is een van de belangrijke aandachtsgebieden van samenwerking. Onder leiding van het door SAMAP ondersteunde waardeketenplatform Cassave en het ministerie van LVV heeft een groep boeren en agro-ondernemers in de cassaveteelt deelgenomen aan een boer-tot-boer kennisuitwisselingsbezoek aan Saramaka. Deelnemers wisselden ervaringen uit over de agronomische aspecten van cassaveteelt, innovatieve technieken om de productie en kwaliteit van producten te verbeteren en uitgebreide bedrijfsnetwerken. De kennisuitwisselingsbezoeken van boer tot boer maken deel uit van het strategische actieplan van het Cassave Value Chain Platform. De DC van Saramaka, Sherin Bansi Durga, is ter overstaan van de minister van OW met de zandputhouders Chotkan en Chander overeengekomen om de Sirodadiweg Driesprong te onderhouden tot er een aanvang is gemaakt met het rehabiliteren van dit weggedeelte door het ministerie. Deze twee ondernemers die hun zandexploitatie uitvoeren vanuit Dampontoenweg zijn mede verantwoordelijk voor het kapotrijden van de Sirodadiweg Driesprong.